Hallo, ik ben Robert en welkom op mijn wekelijkse bemoedigingsvideoboodschap. En vandaag ga ik het met jou hebben over heilige resonantie en heilige synchroniciteit. En het feit dat jij deze video nu kijkt, kan al betekenen dat jij ingeplucht bent op de heilige resonantie en synchroniciteit van God. En er bestaat ook een onheilige en een neutrale resonantie, daar ga ik zo wat over delen. Maar ik wil zo eerst even beginnen met gebed. Maar voordat ik dat doe, wil ik jou eerst eventjes welkom heten. En zijn deze video's jou tot zegen? En nodig je uit om de video's te liken, te delen, je aan te sluiten op mijn nieuwsbrief en kanaal, een Telegram kanaal. En als je het op je hart hebt, kun je ook een donatie overmaken. Daarmee krijg je ook deel aan mijn ministrie en help je mij weer verder. Oké, ik wil beginnen met gebed, omdat ik graag geïnspireerd te worden vanuit de Heilige Geest. En ik wil om die inspiratie vragen. En eigenlijk wil ik jou uitnodigen dat ook te doen, om af te stemmen op God, zodat we vanuit die goddelijke resonantie met elkaar kunnen aanwezig zijn. En ik ga zo ook verder uitleggen wat ik daarmee bedoel. Hemelse Vader, schepper van hemel en aarde, u bent een God van licht en liefde. En ik bid, Heer, wilt u uw Heilige Geest uitstorten? Wilt u mij inspireren door uw Heilige Geest, dat ik woorden van u mag spreken, woorden die heelheid brengen, die licht brengen, die liefde brengen. Heer, en ik wil u danken, Jezus, dat u naar de aarde bent gekomen om die goddelijke liefde, die goddelijke resonantie, weer bij ons mens te brengen, zodat we weer in staat zijn om in te pluggen in onze goddelijke bestemming. Wilt u zo mijn lippen zegenen, mijn woorden geven om deze boodschap vanuit uw geest over te dragen in Jezus' naam. Amen. Wat bedoel ik met heilige resonantie en heilige synchroniciteit? Dat zijn termen die je de laatste tijd heel veel om je heen hoort. En dat is ook logisch, omdat we eigenlijk in een tijd zitten waarin de wetenschap heeft ontdekt dat alles trilling is. Dus de materie die je ziet en voelt, dat is ten diepste, als je het gaat bestuderen, eigenlijk een illusie. Die materie is gewoon een trilling, is een staande golf die wij beleven als materie. Maar je kunt het vergelijken met een draaikolk in het water. Die draaikolk bestaat gewoon uit water in beweging. Maar wij ervaren het als een soort apart ding in het water, omdat het een staande golf is. Net als een orkaan, een tornado. Hetzelfde is materie op een nog dieper, intenser niveau. Maar dat betekent ook dat alles dus trilling is, maar ook alles dus met elkaar verbonden is vanuit een nog groter veld. En eigenlijk alles wat de kwantumfysica aan het ontdekken is, en ze zijn nog maar aan het begin, want het meeste weten ze nog helemaal niet, maar dat laat eigenlijk zien dat de Bijbel gewoon waar is. Dat hoe God de schepping heeft gemaakt, namelijk in de Bijbel staat God schiep alle dingen door zijn woord, door het spreken van zijn woord. Wat is woord? Woord is trilling met informatie. Als ik spreek, dan breng ik iets tot expressie, wat eerst in mijn geest komt. En dat breng ik dan door trilling tot expressie en dan wordt het iets. En zo heeft God de hele schepping, het hele universum geschapen met zijn woord. En sterker nog, in het Nieuwe Testament staat ook dat Jezus alle dingen draagt door het woord zijn kracht. Dus hij houdt niet op met spreken, maar hij onderhoudt die trilling. Het hele universum is eigenlijk een liefdeslied van God, wat hij ooit heeft gezongen tot aanzijn, maar wat hij continu blijft zingen en blijft ondersteunen en blijft, hij blijft ook creëren, want God is een scheppend God en het scheppende element van God blijft zich continu herhalen. En jij en ik zijn deel van dat grote scheppend liefdeslied van God. Dus wij maken onderdeel uit van die goddelijke harmonie, die goddelijke symfonie waaruit heel het universum ontstaat. Het is de bedoeling, en dat is de wet van de liefde, dat wij eigenlijk synchroon gaan lopen, gaan leven met die goddelijke, met het goddelijk scheppingslied, wat puur licht en liefde is. Maar wij mensen, dus jij en ik, hebben een vrije wil gekregen en dat maakt ons uniek. En dat is ook de bedoeling, omdat God iets bijzonders met jou en mij voor ogen heeft. Want hij wil eigenlijk dat wij
vanuit hun vrije wil in bewustzijn groeien en ook net als God eigenlijk leren creators te zijn, medescheppers, waarbij wij de mogelijkheid hebben, en dat heeft God bewust voor gekozen, om een dissonant te zijn. Dus om niet mee te gaan met het scheppingslied van God. Dus om iets te scheppen en te creëren wat tegen de goddelijke harmonie ingaat. Dus die eigenlijk verstoort. En dat is niet de bedoeling, maar het is bedoeld als een leerproces dat wij zelf door schade en schande naar achter komen dat het plan van God, de goddelijke orde, echt veel beter is dan dat wij kunnen creëren. Dus dat wij vanuit een vrijwilligheid, vanuit pure liefde, weer opnieuw gaan kiezen, maar nu vanuit een vrije wil, niet vanuit omdat het niet anders kunnen, maar vanuit een vrije wil de liefde van God gaan beantwoorden. En dan ontstaat er een goddelijke liefdesrelatie tussen God en de mens, wat God vanaf het begin voor ogen heeft gehad, wat in het universum nog nooit eerder gebeurd was. Omdat God nog nooit eerder wezens uit zich heeft laten voortkomen die een vrije wil hebben. Dus wij zijn een uniek plan van God. Daar maak jij en ik deel van uit. Nou, de hele kosmos die bestaat dus uit goddelijke wetmatigheden, uit trillingen. En dat betekent ook dat trillingen elkaar kunnen versterken. Hè? Dan krijg je een harmonie. En dat is wat Jezus ook heeft als hij zegt, als twee op aarde iets eenparig begeren, verlangen. Hè? Het zal hun ten deel vallen van de Vader die in de hemel is. Nou, wat gebeurt er dan als twee mensen vanuit liefde? Hè? Als twee mensen hebben alle twee zijn afgestemd op God en op elkaar, nou dan ontstaat er een krachtveld waarmee je een enorme power vrijzet om dingen te kunnen manifesteren vanuit die goddelijke liefde. Dus dat moet je niet vergeten. En men heeft het wel eens over dat wij van alles kunnen manifesteren wat we maar willen, maar dan vergeten ze dat het alleen maar kan vanuit de afstemming op die goddelijke liefdestrilling. Ga je vanuit je ego manifesteren, dan kun je ook dingen tot stand brengen. Maar die geven dan verstoring, ruis op dat goddelijk evenwicht. Dus dat zal uiteindelijk nooit tot zegen zijn. Misschien kun je een eigen eilandje creëren, maar dat eilandje, dat is een dissonant in het grote geheel. Dus het gaat altijd schade geven. Het kan schade geven in je eigen persoonlijk leven, in je lichaam, in je ziel. Het kan schade geven binnen relaties, het kan schade geven in de harmonie op aarde, de natuur kan schade veroorzaken. Bijvoorbeeld, ik wil en zal per se een bepaalde auto hebben. Nou, dan kun je dat misschien manifesteren. En ondertussen kun je over de hoofden van andere mensen heen, ten koste van het milieu, ten koste van kinderarbeid, ten koste van een heleboel andere dingen, ga jij jouw ding manifesteren. Nou, omdat de geestelijke wetmatigheden werken, kan dat tot een bepaalde hoogte. Wij zijn in staat als mens om dingen te manifesteren vanuit onze eigen zielenkracht. En als je dat samen met mensen doet, dan kun je nog meer manifesteren. Maar als dat niet vanuit de verbinding met God is, zal datgene wat je manifesteert, hoe mooi het in eerste instantie ook kan lijken voor je ego, zal uiteindelijk niet tot zegen zijn, omdat het niet past in het goddelijk plan. En daar zit een hele grote valkuil. Want wij hebben een geweldig wauw-effect als iets lukt. Als het ons lukt om iets te manifesteren, dan geeft het een bepaalde boost. En vaak staan we er niet bij stil of het ook wel passend is in het grote geheel. Nou, ik ga iets delen over heilige resonantie en heilige synchroniciteit. Dus, want wat ik net zei, je kunt dus ook op aardslevel, op het ego-level, heb je ook een synchroniciteit en een resonantie, waarbij als je meerdere mensen bij elkaar zet en je hebt één gezamenlijk doel, dan kun je ontzettend veel bewerkstelligen. En dat is een neutrale synchroniciteit, dat je elkaar versterkt, omdat je op dezelfde golflengte zit, je hebt dezelfde doel, dezelfde verlangens, er is een eenheid, er is een team spirit, en dat geeft in het aardse een enorme kracht. Nou, dat is de neutrale resonantie of synchroniciteit. Je hebt ook in het negatieve, want je kunt ook iets negatiefs manifesteren en daarin kun je ook samenzweren. Denk aan die complotten, dat mensen echt bewust iets willen
creëren waarvan wat eigenlijk duister is. Maar op het moment dat daar ook een eenheid in is, dan kun je ook daar een enorme kracht in opbouwen. En iets, werkelijk iets kunnen manifesteren, maar wat heel duister is. Dus je hebt de resonantie en de synchroniciteit, wat met elkaar te maken heeft. Hè? Want trilling trekt bepaalde trilling aan. Het reageert op elkaar. Als ik twee stemvorken heb, die bijvoorbeeld de C-stemvork, en je slaat de ene aan en je haalt de ander bij in de buurt, dan gaat die ander ook meetrillen. Hè? Omdat die van dezelfde toonhoogte is. Nou, dat is de synchroniciteit, dat is de resonantie. Het resoneert met elkaar. Als je verlangt naar waarheid en iemand vertelt de waarheid, dan kan het resoneren in je hart. Dan voelt je van, ja, dit voelt voor mij kloppend. Het resoneert in mij. Hè? Van dit versta ik op een heel diep niveau. Nou, omdat wij de geest van de waarheid hebben. Hè? Ieder mens is uit God geschapen. Dus iets in ons is in staat de waarheid te herkennen, als ze maar oprecht daarna op zoek zijn. Hè? Als ze ons eigen wil, ons ego willen doordrukken, dan ervaren we resonantie. Als iemand ook dat doel heeft. Stel je wil iets hebben en je hebt iemand nodig om dat doel te bereiken. Ook al is het een verkeerd doel en iemand zit op diezelfde resonantie. Dan voel je elkaar aan en dan trek je elkaar aan en denk van yes, wij gaan samen voor dat doel. Maar dat kan ook een negatief doel zijn. Maar in het grote kosmische veld, dan zijn we met elkaar verbonden. Dus ook negatieve energieën, die trekken elkaar ook aan. Waardoor je ook versterking krijgt. Dus de resonantie geldt op allerlei levels. En daarom dat ik ook mijn titel van deze video heb genoemd. Ik noem het heilige resonantie en heilige synchroniciteit. Omdat het uitermate belangrijk is als je het principe van aantrekking gaat begrijpen. Dus dat alles trilling is en wij zenden continu trilling uit. Dat je moet zorgen dat je niet met de verkeerde trilling gaat resoneren. En dat gaat niet bewust, hè, want we zenden niet, het gaat niet via je ratio. Als je via je ratio gaat proberen in synchroniciteit te leven, dan gaat het fout. Want wij kunnen het niet beredeneren. Het is vanuit die onbewuste lagen, vanuit je diepste geloofssystemen, straal jij bepaalde verwachtingen uit. Je straalt een bepaalde houding uit en het kan een zelfverzekerde houding zijn, het kan angst zijn, het kan onzekerheid zijn. Maar de omgeving of het universum, tussen aanhalingstekens, dat bedoelt per se niet God mee, maar gewoon de universele wetten, die reageren op wat jij onbewust uitstraalt. En die reacties die zijn ook nog eens een keertje onbewust. Dus stel, jij gaat solliciteren, maar je zit in angst en je hebt een grote onzekerheid, hoewel je misschien wel alle skills hebt, maar door jouw onzekerheid voelt degene die jou moet aannemen, want die plucht ook in op gevoel en die is niet alleen met zijn ratio bezig, hij voelt geen klik. Dus jij wordt keer op keer afgewezen, niet omdat je niet de juiste papieren of de skills hebt, maar gewoon omdat het energetisch niet klopt. Er is een bepaalde afstoting, je straalt niet uit dat je het kunt en dat die baan voor jou is. En dat wordt onbewust opgevangen, waardoor het pad niet open gaat. De andere kant is ook zo, dat als jij een diepe overtuiging hebt, dat de geknipte baan voor je is en je weet gewoon, daar ga je komen. En dan kun je zoveel uitstraling hebben, ook al heb je misschien niet alle skills. Maar dan weet je die persoon te overtuigen, niet met mooie woorden, maar door je innerlijke houding, de vindt de klik en de deur gaat voor je open. Dan heb ik het nog niet over gebed en God om hulp vragen. Daar ga ik zo meteen naartoe, want dan ga je eigenlijk nog naar een andere goddelijke dimensie toe, wat nog vele malen wordt versterkt dan de aardse resonantie. Maar ik leg alleen maar vast eventjes dingen uit dat de hele schepping zo werkt. En het is ook wetenschappelijk bewezen. Bijvoorbeeld als je in een kamer twee slingerklokken neerhangt. Dus mechanisch, die met z'n slingen werken, die heen en weer gaan. En je gaat ze tegengesteld aanzetten. Na verloop van tijd dan gaan ze langzaam en op een gegeven moment gaan ze op hetzelfde ritme bewegen. Omdat ze het ritme van elkaar opvangen en gaan langzaam maar zeker gaan ze zich op elkaar afstemmen en op een gegeven moment is daar hetzelfde ritme. En heel veel, je komt het eigenlijk overal tegen in de natuur. Maar het zijn onzichtbare wetten die
die continu in ons leven werken. Dus wat jij eigenlijk in jouw leven manifesteert, heeft vaak te maken met hetgene wat jij uitzendt en wat jij aantrekt vanuit die diepere lagen van onbewuste trillingen die je uitzendt. Dus het gaat erom dat jij jouw onderbewustzijn leert afstemmen. Wil je in die stroom en die flow van de Heilige Geest komen die uit God komt, dan is het belangrijk dat jij je leert afstemmen op die goddelijke resonantie. Dus niet in die aardse resonantie, want vaak bewegen wij ons in die aardse resonantie. En dan zijn we gevoelig voor aardse gevoelens, aardse trillingen, aardse mechanismes, voor manipulatie, voor energieën van anderen die we opvangen. En dan gaan we daarin mee resoneren, omdat er iets in ons ook verdrietig is en zie je het verdriet van de ander, dan, ja, dan gaat dat, wordt het versterkt. Dus wij haken snel aan op energievelden die om ons heen gebeuren, omdat we niet sterk verankerd zijn in onze eigen kracht, verbonden met God. Nou, dat is het vaak ook een probleem van hooggevoelige mensen. Die vliegen alle kanten uit, die staan niet goed in eigen kracht, omdat ze continu met alles en iedereen meeresoneren. En als dat een hele liefdevolle, krachtige omgeving is, dan kun je je super goed voelen. Maar als je in een omgeving komt waar een hele lage energie is, dan word je helemaal leeggezogen. En dan kun je niet meer eigenlijk staande blijven. Omdat je eigenlijk laat meeresoneren met alles wat er om je heen gebeurt. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat wij vanuit onze innerlijke relatie met God verbonden zijn met de pure bron van liefde waaruit alles is ontstaan. En dat we vanuit die inwendige verbinding met God en Jezus gekomen om ons weer terug te verbinden met de goddelijke bron, met de source, met de schepper van hemel en aarde. Om vanuit die innerlijke relatie met God, en dat heeft niks met kerkgang te maken of met lidmaatschap van een denominatie. Dat kan versterkend werken door met elkaar vieringen te doen. Ik zeg niet dat ik er tegen ben, maar het gaat primair om je innerlijke verbinding met God. En van daaruit te leven, want op het moment dat jij in je kracht staat, en dat kunnen we niet vanuit onszelf, want wij zitten vanuit onszelf vaak heel laag in die menselijke resonantie, waardoor we iedere keer beïnvloed worden op trillingen van onze omgeving. En dan worden we zo snel uit het lood geslagen. Maar als wij ons door de Heilige Geest laten leiden, en de Bijbel zegt ook, wat zijn de waarachtige kinderen van God die zich door de Geest laten leiden? Dus die niet zich laten meevoeren door alle trillingen in je omgeving, maar die zich afstemmen op de Heilige Geest van binnenuit. En vanuit die Heilige Geest, vanuit de heilige resonantie, je laten leiden. En dat betekent dat jij hier op aarde een trilling neerzet. Die anderen beïnvloedt. En niet alleen anderen, maar eigenlijk alles om je heen. Want alles is trilling. Dus op het moment dat jij steeds meer vanuit Gods trilling gaat leven, en dat heeft niks te maken met het wat je verkondigt met je mond, maar vanuit je innerlijke verbinding met God, dat je vanuit die intimiteit met je schepper leeft, vanuit de bron van liefde, dan gaat van daaruit gaat alles in jouw omgeving, want je straalt dat uit. In de Bijbel zegt dat wij een geur van Christus zijn, maar je kunt het eigenlijk ook als een aura zien. Dus net wat voor naam je eraan geeft, want ook vanuit de nieuwe wetenschap begint men ook steeds meer te ontdekken dat een mens daadwerkelijk een elektromagnetisch veld om zich heen heeft die meetbaar is. Dus wat men vroeger sprak over aura, en op een gegeven moment zijn we in de kerk, oh, dat is occult, mag niet meer bezig zijn. Nou, het is gewoon, we hebben gewoon een meetbaar veld om ons heen, wat invloed uitoefent op onze omgeving, maar onze omgeving heeft ook invloed op ons. En eigenlijk weten we dat allemaal wel, want stel je bent op een verjaardag en dan kan er iemand binnenkomen en in één keer verandert de sfeer in huis. Want die persoon is een hele sterke persoonlijkheid en hij komt binnen en woep, er ontstaat ineens een hele ander klimaat. En die persoon heeft een hele krachtig veld om zich heen die de hele ruimte vult. En dat kan positief zijn en het kan ook negatief zijn. Of iemand die heeft een hele donkere wolk om zich heen. En als je in de buurt bent, dan voel je al die zware energie. Dus dat we weten dat eigenlijk wel, alleen we benoemen het vaak niet zo, maar we hebben gewoon een energieveld om ons heen die onze omgeving beïnvloedt. Nou,
En dat kan positief en negatief zijn, maar het is natuurlijk de bedoeling en het mooiste als wij zo sterk in ons eigen energieveld staan, vanuit verbinding met God, hè, door de Heilige Geest, dat wij een hele mooie, prachtige ruimte om ons heen hebben, hè, die we niet bewust creëren, maar die er gewoon is, omdat we in een liefdesverbinding met God zijn en heel sterk bij onszelf blijven. En dan mogen we hier op aarde eigenlijk dat stuk wat wij van God voelen en begrijpen, mogen wij uitstralen. En op het moment dat wij dat gaan uitstralen, dan gaat onze omgeving gaat erop reageren, gaat resoneren. Niet, dan gaan wij niet meer resoneren met onze omgeving, maar dan gaat onze omgeving resoneren met hetgeen wat wij uitzenden. En dat ervaren wij als zegeningen. En God zegt, ik zal je zegenen, ik zal het werk van je handen zegenen. En dat komt omdat eigenlijk jij synchroniciteit, je straalt liefde uit en datgene wat liefde is, komt op je pad. Dat ga je aantrekken als een magneet. Omdat die trillingen, die voelen zich bij jou heel erg thuis. Dat resoneert met elkaar. He, die goddelijke, liefdevolle trilling die jij van binnen met je meedraagt en die eigenlijk de wereld instuurt. En dat zijn trillingen die gaan voorbij tijd en ruimte en afstand. He, dus op het moment dat jij liefde met een bepaalde frequentie de wereld inzet eigenlijk, dan kan het best zijn dat er aan de andere kant van de wereld iemand geraakt wordt door jouw liefde, zonder dat je elkaar ontmoet. Maar het kan ook zo zijn dat je op een wonderbaarlijke manier elkaar gaat ontmoeten, omdat het precies de bedoeling is, omdat jullie op dat moment elkaar iets te dienen, iets te geven hebben, wat jullie beide helpt om te groeien. He, zo kan het bijvoorbeeld zijn dat jij deze video, en misschien heb je me nog nooit gevolgd, en aan de ene keer word je daartoe getrokken om deze video te gaan bekijken. En het zou heel goed kunnen, want ik heb vannacht deze boodschap gekregen. En normaal spreek ik hem donderdags in en het is nu zondag. En dat doe ik eigenlijk nooit, maar ik voel gewoon van een bepaalde gedrevenheid. En ik heb geleerd om er gewoon maar in mee te vibreren, om het gewoon maar te doen, zonder mijn ratio te veel te laten spreken van, oh, dat kan niet en ik heb daar nu geen tijd voor. Nou, ik voel gewoon, ik ga lekker gewoon in die beweging mee. En ik ga dat uitspreken en ik ga dat inspreken en ik ga het zo op YouTube zetten. En ik hoor heel vaak, krijg ik terug, dat mensen zeggen van, joh, die nieuwsbrief of die boodschap, hoe is het mogelijk? Het kwam echt precies op tijd in mijn leven. Hè, alsof het helemaal voor mij bedoeld was. Nou, dat kan ik niet bedenken, maar ik bedenk ook niet zoveel. Op het moment dat ik een boodschap op mijn hart krijg, ik ga het niet eens uitwerken op papier. Want dan ga je weer in de mind, dan ga je weer in de controle. Hoeft niet altijd fout te zijn. Maar ik leer steeds meer om die controle los te laten en mee te bewegen met de Heilige Geest. En gewoon maar, ja, datgene wat ik op mijn hart gelegd voel, om dat zeg maar door te geven. En daarin ervaar ik gewoon dat op een wonderbaarlijke wijze daar synchroniciteit plaatsvindt. Dat er connecties plaatsvinden, dat mensen terugkoppelen van, joh, dat had ik zo nodig. Wat bijzonder dat het net nu komt. He, dat is zo'n bemoediging van God. En nou, als je daarin beweegt, dan ga je wonder ervaren. En een wonder, ja, is eigenlijk een bijzondere samenloop van omstandigheden die je zelf niet kunt organiseren, maar die ontstaat op het moment dat jij gaat bewegen in de synchroniciteit van God, in de heilige synchroniciteit, in de heilige resonantie. Dat betekent dat jij eigenlijk jouw leven afstemt op Gods resonantie. En dat is precies wat Jezus ook zegt, dat hij zegt van, Vader, niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dus hij stemde zijn innerlijke doel, zijn innerlijke leven, zijn daden, woorden af met de goddelijke bedoeling. En daarmee wandelde hij naadloos eigenlijk in de resonantie van God. He, dus zijn stemvork stemde hij af op de stemvork van God en wandelde in diezelfde liefdestrilling van zijn Vader. En zo mogen wij op ons beurt weer ons afstemmen op de heilige liefdestrilling van Jezus. En daarvoor heeft hij de Heilige Geest gegeven, die op de Pinksterdag 2000 jaar geleden voor het eerst werd uitgestort, zodat de mens weer terug in die heilige verbinding met God kan leven en wij door de Heilige Geest in staat zijn om in die goddelijke resonantie te blijven. En je merkt het ook, dat als je eruit stapt,
He, dan voel je gewoon onrust van binnen, je raakt de vrede kwijt en er worden, ja, je trekt weer verkeerde dingen aan in het leven en er gebeuren nare dingen en dan is het belangrijk om weer terug te keren. Ik wil ook nog zoiets delen over een ander soort resonantie die niet per se heilig is, maar op een bepaalde manier ook weer wel. Ja, daar ga ik eigenlijk nu eventjes naartoe. Want er is ook nog een andere resonantie. En ja, je kunt dat ik noem het maar even voor het gemak, een onheilige resonantie, maar die toch heilig is. En wat bedoel ik daarmee? Nou, dat dingen in je leven gebeuren, omdat ze moeten gebeuren. Niet omdat je eigenlijk juist bent afgeweken van die goddelijke resonantie, maar jouw intenties goed zijn. En God is een God van liefde, dus God zoekt een manier om jou weer terug te brengen naar die goddelijke resonantie. Dus dan gebeuren er dingen in jouw leven als spiegels. En dan kun je zeggen dat is van de duivel, maar eigenlijk niet, want het is eigenlijk een correctie, een heilige correctie, waardoor er iets gebeurt wat niet prettig is meestal. He, dat kan een ziekte zijn, een ontslag zijn, een gebeurtenis die niet prettig is, maar die we eigenlijk onbewust toch hebben aangetrokken. He, je ziet vaak ook in relaties. He, mensen trekken elkaar aan als het mooi is op basis van die positieve goddelijke resonantie. Maar heel vaak trekken mensen elkaar aan juist op die lage resonantie. Ze herkennen elkaars pijn, ze herkennen elkaars trauma. En er is een bepaalde overeenstemming en er is een bepaalde, ja, je voelt je op een bepaalde manier thuis, maar eigenlijk thuis op een manier van dit is een lage resonantie, daar heb ik mee om leren gaan. Maar het is niet de goddelijke resonantie en dan krijg je eigenlijk een onheilige resonantie. Hè? Je trekt elkaar aan op een onheilige manier, maar de onderliggende doel is dat jij in die spiegel gaat kijken en dat jij eigenlijk bewust gaat worden voor het negatieve stukje wat in jou nog heling nodig heeft. Dus uiteindelijk dient dat ook een hoger doel voor degene die oprecht zijn tenminste. Van anderen die blijven er gewoon in hangen en die kunnen daar heel hun leven in blijven hangen. Maar als jij oprecht op zoek bent naar de waarheid, dan gebeuren er ook dingen in jouw leven van onheilige resonanties met als bedoeling dat jij wakker wordt. He, dat jij, dus eigenlijk is dat ook dienend. He, ondanks dat het onheilig is en iets negatiefs is, maar is het in een diepere laag heeft het als doel om jou bewust te worden te maken van het feit dat jij afgeweken bent van de goddelijke resonantie. En daarom moet je ook niet met de vinger gaan wijzen als er een naar persoon in jouw leven komt of dat er iets ergs gebeurt van oh, dat is die schuld, die schuld, die schuld. Dat mag, maar daar leer je niks van. Je kunt ook naar binnen gaan en zeggen van, hey, waarom gebeurt dit in mijn leven? Hè, wat is de les die ik moet leren? En ik wil weer terug naar die goddelijke resonantie, weer terug in die pure verbinding met God. Hè, dus dat zijn ook resonanties die ons gegeven worden, die eigenlijk iets zichtbaar maken in ons leven. En dat heeft ook te maken vaak met triggers. Hè? Iemand die in jouw leven iets triggert, hè? Die drukt op een knopje, dan in één keer komt er een woedeuitbarsting. Of een irritatie die heel overdreven is, of je voelt je enorm afgewezen. En dat laat eigenlijk iets in jou zien. Dan kom je in een negatieve resonantie, omdat die persoon iets doet of zegt wat in jou op een negatieve manier resoneert. Maar eigenlijk maakt het iets zichtbaar. Dat is niet erg, maar het maakt iets zichtbaar. En op het moment dat jij daar naartoe durft te gaan met liefde, hè, dan ga je eigenlijk, dan wordt het een correctie. Dan is het niet, is het niet heel erg, hoewel het pijnlijk kan zijn, maar dan leidt het jou naar een hoger plan. Weer terug eigenlijk in die goddelijke resonantie. Dus zo mogen wij als kinderen van God, we zijn allemaal lerenden, hè, dus we maken het allemaal mee, hè, dat er ook een onheilige resonantie is, dat we voelen van oeps, hè, ik voel hier dat ik geraakt word op een pijnlijke manier. En dan mag je eigenlijk naar binnen toe, want dan is er blijkbaar nog iets in jou, hè, wat synchroniseert met donkerheid. En dat betekent, want als je dat niet hebt, als iemand, hè, gewoon een nare opmerking over jou heeft en het komt niet binnen, hè, dat komt omdat jij er niet mee resoneert. Omdat je zo in de liefde bent dat het gewoon afketst. Hè, maar op het moment dat het binnenkomt,
en jij voelt je helemaal uit het lood geslagen, betekent gewoon dat er in jou nog iets zit. Hè, wat resoneert met die negatieve opmerking van die ander. Dus dat betekent eigenlijk dat er nog werk aan de winkel is. Hè? Dat jij op dat stuk samen met God nog een stukje heling mag ontvangen. En dan moet je niet naar die ander wijzen, dan moet je eigenlijk zeggen dankjewel. Hè, dat je iets in mij zichtbaar hebt gemaakt waar ik nog aan moet werken. Dus dat is eigenlijk, hè, ik noem het maar even, ik geef er een woordje aan, een onheilige resonantie. Maar in de positieve zin van het woord. Hè, maar je hebt natuurlijk ook een hele donkere resonantie. Hè, daar heb ik het niet over, want het feit dat jij deze video bekijkt, dan betekent dat jij verlangend bent naar die goddelijke resonantie. Hè. Maar je hebt ook mensen die bewust in het duister leven. En daar trekken ze ook allemaal duistere dingen aan. En dan gaan ze trekken verkeerde vrienden aan. Ze komen in verkeerde plekken terecht. En ze gaan van het ene naar het andere. En die duisternis trekt ook elkaar aan. Nou, dat is niet waar ik het over heb. Dat bestaat ook. Hè, maar daar bewegen wij ons verre van. Nou, ik hoop dat jij dat dit landt bij jou. Nou, hoe kun je nou komen in die flow van goddelijke resonantie? Nou, dat gaat niet vanuit het hoofd. Maar dat gaat vanuit het hart. Dat je durft de controle los te laten. En dat je durft je over te geven aan God, de schepper van de hemel en aarde. En vanuit een diep weten dat God puur liefde is. Dat God het beter weet dan dat jij weet. He, dus op het moment dat jij vanuit die controle wil gaan manifesteren, dan is het ongelooflijk beperkt. He, want wij zijn maar een hele kleine mensjes en in die controle past maar een heel klein stukje. Maar op het moment dat wij durven die controle los te laten en we durven ons over te geven aan de oneindigheid van God, dan is de sky the limit en dan kan God in en door ons heen zich manifesteren. En eigenlijk dat de droom die God in jou heeft gelegd, die in en door jou heen geleefd zal worden, die waarin geen gebrek en beperktheid is. Want bij God, die de schepper is van hemel en aarde, is geen gebrek, is geen tekort. Dus op het moment dat wij gaan meevibreren, meeresoneren met het goddelijk plan, dan ontstaat daar ook alles in wat nodig is. En zal zich ook in jouw leven manifesteren. He, zowel gezondheid als energie, als geld, als contacten, mensen, materialen, alles wat nodig is om datgene te manifesteren in jouw leven, wat de bedoeling is dat wat door je leven gemanifesteerd wordt. En daarin, als je hem helemaal meebeweegt met dat goddelijk plan, dan zul je ook ervaren dat je helemaal optimaal je mooiste zelf kunt leven. Want daarvoor ben je bedoeld. He, je bent bedoeld om vanuit een vreugdevolle levensenergie, in samenwerking met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hier op aarde iets prachtigs te creëren, hè, wat een positieve bijdrage levert aan Gods Koninkrijk hier op aarde. Maar eigenlijk in een nog diepere laag gaat het erom dat jij de mooiste versie van jij leeft. En in dat mooiste versie zijn zit ook, dat is dat inclusief dat creatieproces wat zich door jou heen wil en gaat manifesteren vanuit een inwendige afstemming en resonantie met de Heilige Geest, het goddelijk masterplan. Nou, en Jezus is daarin eigenlijk de hoeksteen. Hij is de stemvork, hè, waar heel het universum op is afgestemd, waar heel het universum uit is ontstaan. Hè, hij is het woord van God, hè, die trilling waarvan waaruit alles is ontstaan. En ook alleen maar via Jezus, via die goddelijke stemvork, kunnen wij weer terugkomen in die goddelijke harmonie. Daarom dat Jezus ook zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, dan door die pure goddelijke klank. He, en die klank is Jezus. En de Bijbel zegt, hij is de Logos. Het woord van God waaruit alles is ontstaan, de trilling, de meest pure, zuivere, goddelijke trilling, van waaruit alle andere trillingen zijn ontstaan. Je kunt het eigenlijk ook vergelijken met het zonlicht. Als het zonlicht door een prisma heen gaat, dan krijg je die regenboogkleuren. Dan waaien al die, dat witte licht waait dan uit en al die andere kleuren. Nou, zo is Jezus eigenlijk ook het goddelijke wit licht, het zuiver pure liefde. En hij gaat door het prisma heen en waait uit in de veelzijdigheid van de hele schepping. En willen we weer teruggaan naar God, dan moeten we eigenlijk weer via Jezus weer teruggaan naar de bron.
En daarin ontvangen we weer onze oorspronkelijke roeping. Dus we hebben eigenlijk reiniging nodig van al die verkeerde programma's. Want die trekken ook allemaal weer negatieve energie aan in ons. Hè? Dus als er trauma's zijn in je leven en er is boosheid, er is bitterheid, er is onvergevingsgezindheid. En ook al is het nog zo terecht, het is donkere energie die in jouw leven ook allemaal weer donkere dingen aantrekt. Nou, daar moeten we vanaf. Nou, dat kunnen we niet zelf, maar Jezus die wil ons daarvan helpen. Hij is gekomen om ons te reinigen van al die negatieve ladingen, alle negatieve energieën. En in ons zijn de Heilige Geest de planten die van binnenuit ons weer terugzet in het heilige goddelijke plan. En ons ja, helpt om eigenlijk in die goddelijke resonantie te blijven. En dat is een leerproces, hè, dat wat ik net ook over had. Als je eenmaal je leven hebt overgegeven in de handen van Jezus en je hebt de Heilige Geest uitgenodigd in je leven, dan begint er een prachtig leerproces waarin je ook nog steeds fouten maakt. En dat ga je ervaren in je leven, van oeps, ik ben de vrede kwijt, oeh, ik heb iets gezegd wat een dissonant is, waar ik voel gewoon, oh, dat had ik niet moeten doen. Dan mag je weer altijd terugkeren. Er is geen oordeel, er is vergeving en dan mag je weer opnieuw afstemmen. En zo mag je, ja, blijf je continu aan het leren, maar je hoeft het niet meer zelf te doen. Het gaat door Jezus heen. En ik wil je eigenlijk ook uitnodigen om je hart te openen. Als je zegt van ja, maar ik weet niet goed hoe ik daar moet komen. En daar verlang ik zo naar, om in die flow van liefde te blijven. Maar ik word iedere keer zo weer meegezogen in die angst van de wereld. In die negatieve energie, in die zorgen, in ja, en de frustratie en alles. Ik mis gewoon de kracht. Nou, dat klopt, hè, want dat hebben we ook niet vanuit onszelf, maar daarvoor is Jezus gekomen. Jezus, komt op mij als je vermoeid en belast bent. Ik wil jou weer inpluggen in die goddelijke resonantie, in die goddelijke hemelse synchroniciteit. Want God wil met zijn liefde en met zijn engelen en met zijn Heilige Geest en alles wat is, wil hij jou dienen. En daarvoor is het nodig dat jij je hart opent. En ik nodig je eigenlijk uit, ik wil zo een gebed bidden, dat jij je hart opent, dat jij durf te erkennen, ik kan het niet. Heer, wilt u mij helpen? Wilt u mij schoonwassen? Wilt u mij vergeven? Wilt u ja, de bron zijn van waaruit ik mag leven? Wilt u mij helpen uw pad van liefde te bewandelen? Wilt u mij helpen om weer synchroon met uw goddelijk plan te zijn? Ik wil mijn lage ego-verlangens wil ik loslaten. Ik wil me bekeren van al die dingen waarvan ik eigenlijk diep van binnen weet dat het afleidt van het pure. Er is zoveel afleiding in de wereld. Je kunt gaan vluchten in allerlei dingen om de pijn niet te voelen. Maar het helpt niet. Het lost niet op. Maar op het moment dat jij je leven aan Jezus geeft, dan gaat er van op een diep niveau gaat er een goddelijke bestemming in jou komen. En dan ga jij ja, geholpen worden het pad van liefde te bewandelen. Maar het gaat alleen maar op vrijwillige basis. God zal het nooit dwingen. Dus alleen maar door dat jij zegt, ja, ik wil. Hè, ik wil me afkeren van alles wat mij in die lage energie houdt, in die angst houdt. Ik wil ophouden met al die vluchtpogingen om maar om in drugs of in relaties of in materiële dingen of wat dan ook. Je kunt in alles vluchten om maar ja, je pijn niet te voelen, maar dat is geen oplossing. Daar word je nooit gelukkig van. En Jezus, ik ben gekomen om jou weer terug te brengen in het goddelijk plan. En dat is de enige manier waarop jij werkelijk gelukkig zult zijn en vanuit de bron van liefde kunt leven. Ik wil met jou bidden en ik nodig je uit. Open je hart. En dan ga ik nu voor je bidden. Hemelse Vader, ik u danken, Heer, voor uw liefde. Heer, dat u ons geschapen heeft vanuit uw liefdesverlangen om een zoon en dochter te hebben zoals wij. Heer, en we zijn bedoeld om in een volmaakte liefdesrelatie met u te leven. En we hebben ook een zeer hoge goddelijke bestemming, een zeer hoge goddelijke roeping om vanuit onze liefdesrelatie met u, ook hier op aarde, iets prachtigs te mogen manifesteren om uw liefde, uw koninkrijk zichtbaar te maken met onze unieke persoonlijkheid, onze unieke gaven en talenten. Heer, maar wij kunnen het niet zelf. Heer, ik bid, Heer, wilt u, Jezus, Heer, wilt u ons vergeven, Heer, van al die negatieve energieën die we hebben toegelaten in ons leven, voor de verkeerde beslissingen, voor de verkeerde afslagen in het leven die we hebben genomen, Heer, die heel veel ruis hebben veroorzaakt, dissonantie hebben veroorzaakt. Heer, die wellicht hebben verkeerde dingen aangetrokken, verkeerde mensen aangetrokken, verkeerde patronen gecreëerd. Heer, wilt u ons schoonwassen met uw kostbaar bloed. Heer, wilt u ja, in ons leven komen, Heer, met uw liefde. Heer, wilt u uw Heilige Geest uitstorten, Heer, dat wij van binnenuit
opnieuw geboren worden. En die godsvonk weer mogen ervaren, die goddelijke liefde in ons hart waartoe wij bestemd zijn. En ik wil u bidden, Jezus, Heer, wilt u ons helpen, wilt u mij helpen, Heer, uw pad van liefde te bewandelen. Heer, om in die heilige synchroniciteit te komen, in die heilige resonantie met het pure licht van God, met die pure liefde van Jezus. Want vanuit mezelf kan ik dat niet. En Heer Jezus, ik wil u danken dat u uw Heilige Geest uitstort, om het in mij te bewerken, dat wat ik zelf niet kan. Heer, en wilt u mij leren om mijn controle los te laten. En ik wil me geven in die overgave en ik wil mee vibreren, mee resoneren met uw goddelijk plan. Heer, want uw plannen falen nooit. En ik wil u danken, Jezus, Heer, dat u uw overvloed hier met ons, met mij, wil delen. In Jezus' naam. Amen. Oké, word je geraakt? Ben je bemoedigd door deze video? Maar heb je gewoon behoefte om toch wat contact te zeggen? Ja, maar ik heb gewoon wat steun nodig om mijn weg weer te vinden, om die flow te ervaren. En je mag contact met me opnemen. Ik ben geestencoach. Ik begeleid ook mensen in het proces om in die liefdesverbinding met Jezus te komen en erin te verblijven en van daaruit te gaan creëren. En wellicht dat ik je kan helpen. Ik zal onder deze video wat mogelijkheden geven. Ik doe 1-op-1 sessies, maar ik heb ook allerlei online cursussen waar je voor kunt inschrijven die jou op weg kunnen helpen. Dus kijk even of er iets is wat jou verder op weg kan helpen. En schrijf je ook even in op mijn nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft. En wil je me gewoon helpen? Wil je me tot zegen zijn? Ik vind het zo fantastisch wat je doet. Ga je alsjeblieft mee door. Dan is een kleine donatie ook meer dan welkom. Want ik ben voor een belangrijk deel ook afhankelijk van donaties. Ik wens je God zegen toe. En volgende week heb ik weer een nieuwe bemoedigende boodschap. Tot ziens en God zegen. Daag.